Lieve Marianne, maandag 30 april. Tot dit weekend konden mensen zich opgeven om in aanmerking te komen voor de baan van burgemeester van Amsterdam. Ik ben benieuwd wie dat nog meer hebben gedaan. Ik heb er in elk geval bij gezet dat ik beloof om vanaf 2019 mijn wekelijkse column dan in het gemeentehuis te doen. De vraag bij de aanmelding was om in de cv te zetten wat je politiek tot nu toe had bereikt. Nou, dat zat dus wel goed, want de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hebben aan het slot van hun topontmoeting afgesproken dat ze vrede willen en geen nucleaire wapens meer op het Schiereiland. Ze hebben een verklaring getekend waarin gesproken werd over een permanente en solide vrede en een einde aan de onderlinge vijandelijke acties. Dat betekent vrede na 65 jaar oorlog. En kijk, ik wil niet zeggen dat wij van Team Evers hier een belangrijke rol in hebben gespeeld. Wil ik niet zeggen. Maar het is wel toevallig dat het zo kort na onze aanwezigheid bij de Winterspelen in Zuid-Korea was. En ja, ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat het iets te maken kan hebben met het feit dat dat met de nachten die ik heb doorgebracht met Kim Yo-jong, de zus van de grote Noord-Koreaanse leider. Toegegeven, ik wist niet eens dat het de zus van was, maar ik weet nog wel dat ze iets over haar broer vertelde en dat ik toen heb gezegd dat hij niet zo moeilijk moest doen. En ik weet nog dat ik met de meestervoorspeller in gesprek was met de Noord-Koreaanse ijshockeyspeelsters en dat wij zeiden, moeten jullie niet eens een eind aan die hele oorlog maken? En dat zij zeiden, wat een goed idee! Dat gaan we aan onze grote voorganger vertellen. En dan de ontmoeting zelf. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar de twee Koreaanse leiders liepen bij de persconferentie echt hand in hand over de grens. Ja, het zal allemaal wel niet de reden zijn, maar het is niet toevallig dat Fico en ik ook de hele spelen hand in hand door Gangneung hebben gelopen. Kortom, ik hoop dat ik word uitgenodigd voor een gesprek. Dinsdag 1 mei, in delen van Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en het rivierengebied is in 12 uur meer neerslag gevallen dan doorgaans in een maand tijd. Zoals mijn vader zou zeggen, dan heb je dat maar vast gehad. En dan, er is crisis binnen het comité dat elk jaar de Nobelprijs voor literatuur toekent. Opnieuw is een lid van de zogeheten Zweedse Academie opgestapt vanwege een schandaal rond de echtgenoot van een van de leden. Het lijkt erop dat de prijs zelfs niet wordt uitgereikt. Aanleiding is de affaire rond de echtgenoot van collega-lid Catharina Frostenson, die, let op, 18 vrouwen zou hebben lastiggevallen of misbruikt. En niet alleen op papier, in het echt. Het was literair graaier. Het is winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur. Mevrouw Frostenson wordt er zelf van beschuldigd dat ze 7 keer de naam van de winnaar zou hebben gelekt en dat ze geld van de academie had doorgesluist naar een leesclub waar zij mede-eigenaar van is. Zelf zegt ze dat voor haar de wet van Rutte opgaat, namelijk dat de beschuldigingen kloppen, maar dat ze er geen herinneringen meer aan heeft. Over de Nobelprijs gesproken, het gerucht gaat dat Donald Trump de Nobelprijs voor de vrede zou kunnen krijgen. Nou ja, het zou kunnen, alles kan. En het geeft de minder begaafde burger moed. Mijn buurman hoopt nu zelfs nog op de Nobelprijs voor de scheikunde, ondanks het feit dat hij toen hij 16 was een keer een hele zuurkast heeft opgeblazen met een knalgas-experimentje. Woensdag 2 mei, inmiddels ben ik naar Portugal gevlogen. Dat was geen fijne vlucht. Maar dat lag niet aan de piloot of aan de rest van de bijzonder vriendelijke bemanning. Nee, ik had gewoon pech met de mensen om me heen. Wat zijn volgens jullie bijvoorbeeld de 3 ergste dingen om naast, voor en achter je te hebben in het vliegtuig? Gezin. Juist. Iemand die stinkt, een huilend kind en een man die zichzelf heel belangrijk vindt. Nou, ik had ze alle 3. Voor me zat een man die meer dan 30 vreselijke scheten heeft gelaten en dan nog knikkend met een glimlach om zich heen ging zitten kijken. Achter me heeft een kind de hele vlucht zitten huilen. Zielig, omdat hij waarschijnlijk pijn in zijn oren had. Maar ik ook. En naast me zaten 2 mannen in gekleurde broeken 3 uur lang met een iets te harde Gooise kakstem verhalen langs elkaar heen te brallen. Ik was kapot toen ik aankwam. Op Faro, en dat was toch een momentje. In 1992 was daar bij de landing een vliegtuig gecrashed. Veel Nederlanders en daarvan veel doden, veel zwaar gewonden. Gaat er niet om dat ik daardoor bang ben geworden voor vliegen? Ben ik niet. Maar ik moest er wel even aan denken. Ik moest denken aan een conciërge van de school waar ik ooit les gaf. Enorm grote man, woest, streng, zwaar, overal tattoos. Op het eerste gezicht angstaanjagend. Hij liep mank, maar het kwam niet in je op om dat na te gaan doen. Maar bij een vrijdagmiddagborrel vertelde hij zomaar opeens dat hij bij die ramp was. Hij zat in dat toestel. Hij had het overleefd. Sterker nog, hij had allemaal mensen uit dat vliegtuig getild. Met zijn gebroken been. Hij vertelde het en hij begon een half uur keihard te huilen. Als een kind. Ik ook huilen. Iedereen
iedereen om me heen. Die ook degene die het verhaal niet hadden gehoord, maar wel hadden begrepen. We hebben namelijk allemaal een klein hartje. Maar er is nog geen reden om tevreden een scheet te laten of voor je uit te mogen brallen. Donderdag 3 mei. Een moeder heeft dinsdag 2 kinderen achtergelaten in winkelcentrum De Nieuwe Passage in Schiedam. Winkelpersoneel betrapte de vrouw op diefstal, waarna ze probeerde te vluchten en haar 2 kinderen achterliet in de winkel. Maar dat was niet genoeg, want in de meeste winkels in Schiedam kun je sinds januari niet meer met kinderen betalen. Dave Roelvink zegt dat zijn seksleven anders is geworden sinds hij een serieuze relatie heeft. Als je net samen bent, zegt Dave, heb je elke dag seks. Dat gebeurt niet meer, maar dat lijkt me heel normaal. Al dus de 24-jarige Roelvink. Ik schrok ervan, want het zou betekenen dat ik dus helemaal niet normaal ben. Maar gelukkig bleek Dave te hebben over seks met je eigen vrouw. Vrijdag 4 mei. Het is 4 mei. De rechtbank staat niet toe dat een actiegroep vrijdagavond vlak voor de 2 minuten stilte tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam een luchtalarm af laat gaan. Dat wil een bepaald soort mensen dus. Ik vind het wel goed om te herdenken. 2 minuten letterlijk stilstaan bij vrijheid en wat er voor nodig was en is. Stilte ook op plekken waar het normaal gesproken mierenhoop van herrie is. Met elkaar stil zijn. En daarmee wordt 2 minuten van alles gezegd. Iedereen denkt het zijn en toch in zwijgen hetzelfde. Vader van een vriend van mij moest om 4 mei 's middags al een half uur huilen. Zoals mijn vader zou zeggen, dan had hij het maar vast gehad. Nou, morgen is het 5 mei, bevrijdingsdag. Vrij, maar veel mensen hebben al vrij, want het is weekend. Dus wat mij betreft mag iedereen maandag ook lekker een dag niet gaan werken. En als je problemen krijgt, zeg maar dat ik het heb gezegd. Nou, mooi weekend, mooie dagen. Iedereen lekker vrij. Tot volgende week.